betrogen. Welkom weer bij een gloednieuwe review. Vandaag zijn we op de Mega Kermis in Uden. En Uden heeft dit jaar een erg leuke lijst staan, ondanks dat er toch een aantal afzeggingen had. Ik laat jullie zien wat dit jaar in Uden staat. De kermis is verdeeld in drie pleinen. En we zijn nu op het voorste of op het achterste plein, net hoe je het noemen wil. Met de autoscooter, de turbopoliet. Maar ook deze is weer teruggekomen naar Uden. De 4 Max Boosters van de gebroeders Boos. Uit Duitsland hier gekomen weer terug naar Uden. Ja, en dit is een van de nieuwe type Fabri Boosters. Ik moet zeggen dat ik er niet echt bepaald een fan van ben. Ik vind hem er niet heel erg mooi uitzien. Die ledschermen vind ik niet heel erg mooi op passen. Plus dat grote ledscherm daar in het midden. Ja, wel leuk dat er dan Mega Kermis Uden op staat. Dat vind ik dan wel weer leuk en origineel. Maar ik ben niet echt heel erg fan van deze boosters. Dat mag je best weten. De turbopoliet die ook al ontzettend veel jaren hier staat in Uden, 26 om precies te zijn. Sinds dat deze beliep een nieuwe operator heeft, draait hij ook nog eens veel en veel langer op de turbo. En geeft hij echt super ritten weg. De Rocket is ook weer van de partij hier in Uden. Die overigens wel erg dicht langs het reuzenrad opgesteld staat. Dat vind ik wel erg mooi om te zien. Daar tegenover staat trouwens weer de Pirate Adventure. Die waren we ook al tegengekomen in Best. En dan ook staat hij hier in Uden. Voorheen stond hier achter, dat plein werd ook nog in gebruik genomen en daar is de Kermis Expo, alleen die is er dit jaar dus niet. En aangezien dat er heel veel afzeggingen zijn dit jaar, is dat plein nu buiten gebruik genomen. Dus is dit het straatje wat het verbindt aan de rest van de kermis. Het naambord mag dan wel verscholen worden, maar iedereen herkent die stem, daar is het weer hoor, Benny's Game. We komen hem ook overal tegen. Uitzoeken, we hebben weer de winnaar. Kom op, hè. Kijk, dit vind ik dan wel weer een beetje jammer. Kijk, Uden, dat is een kermis, dat staat er redelijk krap opgesteld. En we hebben ze hier van die schermen geplaatst dat het dus echt een verplichte looproute is. Dat je daar langs moet gaan. Maar doordat het redelijk smal is, waar je daar om het hoekje eigenlijk ook al wel kan zien. Kijk, redelijk smal is, daardoor is het vrij druk en moet je dus om die zaak heen. Dus als je eventjes snel naar het andere plein wil, ja, dat is vrijwel niet mogelijk. Omdat het gewoon zo ontzettend druk is. Kijk, nu valt het dan nog mee. Maar als het echt op een zondagmiddag is, of met topdrukte, dan kom je hier echt niet doorheen hoor. Dan duurt dat best wel lang nog. Mijn woorden terug jongens, zelfs hier is al geen doorkomen meer aan. De mooie Snow Gen 3 die echt ram en ram snel gaat. Met dat tegenoverzicht die ondanks de drukte niet zo erg druk heeft. De Bungie. Ja, ja, daar is het weer, de Power Dancer. Met de uitbreiding, namelijk de trucjes met de moving heads.
is de sauwmachine van de partij die de wagen lekker vol heeft staan. Hij hoeft namelijk niet lang te wachten voordat de molen weer heel vol zit. Eveneens als deze, de Flyer. Een première voor Voide. Een 80 meter hoge Starfly van Funtime. Hij gaat nog best wel hoog, nou ja, dat is wel logisch eigenlijk. En hij gaat ook nog best wel hard. Hij geeft nog best wel goed gas hoor. Achterop ziet er mooi uit, mooi in de flinten, mooi verzorgd, mooie kassa en de wachtrij zit ook helemaal vol. Ja, dat is ook wel logisch ook, want het is echt hartstikke druk. Ook de Boomstrap Hotel is dus van de partij, met daar tegenover de Supermouse. Supermouse heeft het daarentegen ietsjes minder druk. Het loopt wel een beetje door, maar echt een volle wachtrij dat er ook weer niet. Kijk, daar hebben we de Schotten weer. Kijk, en dit vind ik dan ook alweer een beetje laf hoor. Sorry, maar als je haast hebt en je moet naar het andere plein omdat er bijvoorbeeld iets gebeurd is met iemand of met je kind of wat dan ook. En je kan er niet eens fatsoenlijk langs, dat je er echt daarachter tussendoor moet wurmen om er snel door te kunnen. Ja, dat vind ik toch, ja, sorry dat ik het zeg, maar ik persoonlijk vind het wel een minpuntje. Daarentegen wel een groot pluspuntje is dat op verschillende plekken op de kermis wc's aanwezig zijn. Dan moet je hier de weg oversteken om naar het laatste en kleinste pleintje toe te gaan. We hebben hier een kleine opkopping, mede doordat hier dus een hek staat van het voetbaltentje. Maar het voetbaltentje heeft het redelijk druk en ook de Madmill heeft veel bekijks. Deze hele middag stond hij namelijk wel de hele tijd leeg, dus dat vind ik wel leuk om te zien dat hij nu wel aanslaat en dat het nu lekker druk is. Klein beetje weggedrukt staat hier nog de Rescue. Maar al helemaal weggedrukt staat daarachter nog de Star Wars. Dus de vervanger van de Commander die had afgezegd. Tevens had ook nog de Flying Jump afgezegd. En de Big Splash waterbaan had ook nog eens afgezegd. Dus drie redelijke nette grote zaken die hebben afgezegd. Dus dat is erg jammer. En is dit er de vervanger. En ik vind hem ja erg weggedrukt in een hoekje. Ik bedoel, er staat er nog een spelkraan voor. En daarachter staat die zaak nog eens. Beetje jammer. Een zaak die het daarentegen wel de gehele dag redelijk druk heeft, is namelijk deze Bugs & Bees. Die zit opvallend de gehele dag 80% vol. Ja, daar hebben we dan eindelijk weer eens een Huge Magic op Nederlandse bodem. Het is een vrij oud beestje, dat is op sommige punten nog wel te zien, maar dat maakt voor de rest niks uit. De rit daarentegen vind ik nog redelijk slecht. Ja, ik ben niet vaak negatief over een molen, maar ik ben er net twee keer in geweest en de rit was nou niet echt bepaald heel erg goed te noemen. De eerste rit die ik gedaan had, toen zat ik in de gondel, ik weet even niet met welke kleur, maar toen zat die gondelrem, die zat gewoon vast. Dus de gehele rit, of nou ja, de gehele rit, 70% van de rit, bleef de gondelrem gewoon haken. Terwijl de rest van de rondes hem eraf hebben, als het ware.
De tweede rit, goed, die was alweer wat beter. Hij geeft behoorlijk veel gas. Alleen hij doet ontzettend veel de remmen. En dat is ja, iets minder goed voor de molen. Als je vol gas om de 10 seconden die remmen aan en uit doet. Dan hebben die compressoren namelijk niet genoeg tijd om op te laden als het ware. Waardoor dat de rem niet goed aanslaat en de gomme alsnog aan het draaien. Zodat het effect van gomrem erop een beetje verloren gaat. Dus het is wel erg jammer. Goed, ik heb begrepen dat dit pas de derde kermis is van deze familie. Aangezien dat deze familie, namelijk Luffelhard, die heeft de Magic overgenomen van Coleman. Dus het is nog maar de derde kermis, had ik begrepen. Dus de ridders zullen ongetwijfeld nog wel beter zijn. Maar voor nu, ik vind hem redelijk tegenvallen. Zo mensen, en dat was de kermis alweer hier in Uden. Goed, het is een leuke kermis, het is een drukke kermis, dat viel me wel op, vooral in de avond. De opstelling daarentegen, ja, het zit een beetje krap om elkaar. En ik vind het jammer dat ze bij dat ene middelste plein, dat ze die verplichte looproute zo streng hebben afgezet. De attracties, ja, jammer dat de Commander, de Flying Jump en de Big Splash heeft afgezegd, altijd jammer. Maar voor de rest de zaken die er staan, de VMAX, de Sound Machine, de Rocket, de Magic, noem het maar op. Er staat wel gewoon echt een hele goede kermis voor Uden. Dus ben je in de buurt, dan is het wel zeker een aanrader om er een keer naartoe te gaan.